een RGB-switch. Heb ik besteld via AliExpress. Ik heb hem al een keer uitgepakt, maar voor de video zie ik dat nog een keer. En bubble wrap erop. Dus voor 8 verschillende systemen. 1 keer output, 8 keer input. Dus van metaal. Er zitten voor knopjes op, kun je selecteren welk systeem je wil. Ik zal hem zo testen. Er zit geen stroom op. Het lijkt een fatsoenlijk apparaat. Stevig, mooi. Zoals je ziet heb ik alles aangesloten. De televisie is blauw. Ik heb nog niks ingedrukt. Ik heb alle systemen aangezet. Dan ga ik samen met jullie een knop indrukken. Even kijken. We beginnen bij 1. Ja, dat is mijn Nintendo NES. 2. Dat is de PlayStation. 1. Op 3. Dat is de Xbox, de originele. En op 4. Dat is PlayStation 2. Nou, die doet het niet goed. Zoals je ziet. Het beeld is een beetje wazig. Beeld start een beetje. Ik heb nu het systeem, het schakelsysteem aangesloten via SCART. En ik heb de upscaler ertussen weggehaald. En nu ziet hij er een stuk beter uit. Ook als ik op de knopjes druk, moet hij nou ook werken. Als ik op 1 druk, dan heb je ook de Nintendo. Op 2 de PlayStation 1. Op 3 de Xbox. En PlayStation 2, die doet het ook goed. Zie, via SCART werkt hij wel, via de upscaler minder. Oh, hij is wel wat trager. Maar hij doet het wel. Als uiteindelijke conclusie, wat ik er zelf van denk, de kabels werken goed. De switcher is oké. Okay. Alleen de HDMI upscaler, die werkt niet overal bij. Dus die werkt niet, daar ben ik niet heel erg tevreden mee. Maar voor de rest, als je heel veel apparaten hebt en je hebt maar 1 televisie met 1 en dezelfde oude aansluiting, dan zou het wel ideaal zijn om zo'n switcher ertussen te zetten. Dat is ideaal. Dan kun je zo met de SCART aansluiten en dan kun je nog switchen. En daarvoor moest ik alle apparaten apart erin steken en eruit halen. En nu kun je met een paar knopjes gaan switchen. Ja, ideaal.